Ja, zie je guys? Ja, zie je, als was met kinderen. Maar aero dan. Maar hoe is terug de aero, zie? Waar die huis van de trail, zoom zei, follow the aero. Ah, we doen straks again. Not the trail. Ja, zie, best al ready. Hoe de pipe moet je als dat? Oxygen? Geen shame. Hij loopt er like a shame to. It's a water bladder, so because it's not such a long hike, so I don't have the big backpack, so instead of just carrying a water bottle, let's pack up some food, some... Ja, ze heeft ons pakken dan nog, iedereen ready. Oké, Efsher gaat weer een kaart. Als scenario, was als je dacht Efsher niets aan de zeggen? Ja, we gaan douchen terug. Serious stuff. Doe zelf van service. Nee. Houd toch dan radio's. Bij Grand Canyon is het ook gewoon, maar ik vind jou zien, maar dat is een proper. Normaal is het alles wat ze. Kom maar, gisteren strik, we zijn het ogen brengen, weet je wat woens. Dus gaan we trouwens hier af, ik in de Breakneck Ridge. Located in New York, like 2 hours or less from Brooklyn, 1200 feet elevation. Ja, ze willen praten week, we zijn like that cat. Deze week? De deze week. So. Het is meer comfortabel de andere week. Maar dat is black, whatever. Je hoeft de cap black. Dus je zult short in de cap. Everything you do is based on just in case. Schweren aan te fit in de toilet met de backpack. De typische je kent ze maar. So if you guys do the white to the red to the yellow, you'll come out that way. Met erover hem de white, met de ribben crossen to de rode, ribben de yellow naar op. It's not a walk in the park. Disappointing. Hi. Hi. What's your name? It's Bully. Is she ever hiked in her life? No, the first time. The last time she goes to the escape route is to. She goes to the river, man. It's kind of like that thing using the strik. That was a mooie. Hey, Ezra. What was that on the last time, big? Oh, well, die mass production. Gaan ze gehad. Ja, als je op de gang hier in de schwere week. Dit hebben we. En zo lang dat zag ik in de week. Die trein heb ik te maken shortcut. Was dat langer. En voor wazen was ik aan. Ai. Alle vier. Ah. What happened? Zie groot dat ik kan schrokken. Wow, mijn heart rate is like 180. 220. Als ik meint, ik ken nog 10 was Jassie dit. Hij heeft maar een shortcut. Langer. Ik ga dit maken. Wow, wow. Kanst je eens aan een strik? Kom mee, daar staat ons vinger af te gaan onder de boom. Zo, zo. Ah, zo. Ah. Ja, dan gaan we even kijken. Laat me de wazen, we zullen de pro's maken. Dus. Hey, maar juist is de boom. Oké. En de vies. En zo. Hoe is het te lijken? De glitch raden. Mama, dan show off. Hallo. Let's see. Okay. What's your name? You know, if he falls, you fall. So grab on tight. It's a real bitachon. Ja, zie, die gast is de gitte week. Maar dan ga je in Dart. En die goeie hem gast erover doen. Hij gaat genoeg op shortcut. De goeie gaan we eens nog maken. Woef. Ik ga het hier in.
Ezra has gemacht. Ich habe schon gemeint damit, dass ich bleibe dort, ich glitch it up. I didn't look back, I look forward. But the side, ich kann mich nicht ausdrehen, kicken wie ich bin, I just going to make it up. Welcome to the first viewpoint, though. Sachsen's Fieser Hof. A drei-viertel maal. Compared to the Grand Canyon, it's a schwere, gringe. So sagen wir kleine parts. Was so schwer, I'm kein Schutemann. But the way so exhaust with the Grand Canyon. Well, it's a phenomenon, it's nicht so lang. Grand Canyon, jede part for sich nicht schwer, it's easy. Schwierigkeit ist, as it's on and on and on, non-stop. That's my for hours. Meinst du, bist schon bis the top? Davon kommen wir da bis oben. Oh wow. Ein Steiner. Diese Menschen? Ja, sind nur Flieger im Flieger. Wow. Hast du mich gesehen auf dem Video, wie hart das ist? Das ist sicher 10 Fies. Compared to Grand Canyon, ist der schwerer oder geringer? Physically, on the short term ist es echt schwerer. Aber auf Krieg, nicht ganz, das ist physically schwerer, aber das ist nicht die Heim, die Krieg. On this side, it's a little easier. Yeah, see, jetzt ist ein Chance. You got me, though. Ezra, dat help? Ga de stekken, ze helpt me. Ik ga de stekken. Doe. Ezra jumpt naar zijn gevoerde. Stop! Ik werd er gewoon. Ik dacht het wel. Yassi! Yassi, als je stiept met kinderen. De roep is gering, de roep is aan zweer. Wat er dan? Maar hoe is terug de arrow, T? Vadi heeft in de trail zoom zei ik, follow the arrow. Ah, maar doe eens een keer, not the trail. Ah, sorry. Kom eens even, Jassi. Hoor, weißt du was? Ezra, das ist ein kleiner Rick, unexpected. Ezra, du bist sick. Sei so genau der Trail, Ezra folgt nicht. Shoot! Wow! Close miss. Hat Weigert ihn, was? Das ist mir gerade so, was sag mir Weigert nicht? Als ich jump do, komm nur wieder eine halbe Stunde zu fahren. Wie willst du jumpen? Nur fast der Warte! Weißt du, ich brauche einen Warten. Oh, du musst fallen nur eine halbe Stunde? Ich glaube mich das nicht. Musst du wegen der Strecke sein? Ich habe gewinnen, wo du das Strecke hast. Ich habe schon, wo der Platz hat. Ich wollte sicher, wenn es dich nicht tanzen. So, was mitgeschleppt ist, oder was?
checkpoint number 2. Ja, zie. Even gaan afgaan daar duiven. Dat is pity mensen. We zijn best deze de Grand Canyon. Grand Canyon is physically green gereden. Je hebt meer mileage we doen, maar die zegt dat hij gaat staan andere views. Het is easier, want die wachst. Yes, I disagree completely. Grand Canyon, wanneer je haalt ze met een zware paard, dan je nog 2-3 schoen wakken. En ze gaat erover, ze heeft gewoon steps. Up. Dus nog nemen ze die wakken van 3 schoen. En ze gaat nog meer erover. Ze mama, die darf niet in de grid, die darf fighten. You have to fight every step. Eerste paard naar af kriegen. Basically, vertical up. Especially, wat was hij van geer? Grand Canyon, het zwaar show. Gaat aan het goed, Jassi? Ja, dat is een Vega Rob. Wat is het eerste zwaar show? De Vega Rob is tegen winnen als ongemakje van de Grand Canyon weet. Wat dan is? Ah, de Vega Rob. De Vega Rob begint naar Breeze. Ik weet, de Vega Rob is even 7 maanden van de Vega Rob. Ja, de Vega Rob balken toch aan de Breeze. Doe eens de Rutte Trail. Ja, die doet de trail. Nu links. Zie de rode trail, al de water. Waas. Zijn die dat een 7 schoen terug te komen? Het is maar een beetje een fire tower. To the 90. Je doet 3 start. Rood. Maar afgaan. Maak maar nog een zigzag. Ja, het accomplished. Dat is een apart car location, zeg je? Ja, zie. Waar zien we vanaf gaan? Dat zijn animakers. Die traagste trein van de week, Jet? Ja, we gaan wel op de derde. Jet, zie ik maar in de week. Nee, niet deze week, dat is daar links. Ja, we gaan doen dat links. Oké, maar traagste onze figuur in de week, oké? Hier wacht nog de expert. En het vallen van Ezra. Wie Ezra krijgt, ga je maar eens. Mijn deze de week. Mijn zat er? Ja. Ooit met die Trust Technology. According to the map. Ah, dat doe ik al zo twee in de week doen. En straks met zijn guy wie de GPS was. Pas eens gaan we nog met z'n de trail. Zij wichtig. Ze followen de markings of de Bimer en of de Steiner. En ze maar is niet gefollowed. En doe ze maar eens, maar zie de week. Viel, du kimt auf Aschla. Ja, zo stevig heb je gedraaid, hè? Hij is er een klinische gast nog, maar ik wil eens zoomen. Finally, we got back the red mark. Je komt onder de Yellow Trail van de Ruiter en we gaan daar links. 19, dat is de eerste keer die hike. Eerste keer die hike. So, you will do it again?
definitely. Wat is die roze genomen van de hike? Iedere keer dat ik hiked, use my energy en ze stimuleren morgen. Want morgen arbeidt het beter. Het is ook goed voor de body. Wenn een van de guys een klein exercise doet, kan outside nature environment, is zeer boring. Maar als je de rest van de hike, want to get to the other end, you want to finish it. Unconsciously, you just do exercise. Yes, the workout for the future, I think we should come here once a week. Minimum once a week. What? Yeah. Je gaat in de Grand Canyon anytime nog moet kunnen zitten. Maar wat is ook deze zaak zwaar in de Grand Canyon. Dit is physically zwaar. Oh, we got it. We got it. We made it. Beginning of the yellow trail. Oh, kijk, dat is de zekere. Dat is dan nu, man. Kijk, dat is de rest van de hike.